Hey Nico, leuk dat jullie weer zijn voor een uh, nieuwe aflevering van uh, Revenue Lab. Alles in orde. Nog altijd. Zeker en vast, Matteo. Um, we hebben vandaag wel dezelfde kleuren aan. Voor degene die kijken. Dat moet of, kunnen. Hè. Ik hoop dat hij niet uit botst vandaag. <laughs> nee, nee, inderdaad. Maar, ja. Beetje roos, is niet verkeerd. Dat is niet verkeerd. Uh, we hebben een uh, leuke vraag meegekregen. Als we die hier intern opwierpen, dan uh, zei heel veel van de collega's: dat hoor ik ook wel vaak. Dus ik denk mm -hmm. dat we. Uh, misschien wel een goede hebben voor vandaag is uh, neer te leggen. Uh, die vraag kwam van uh, Sarah, uh, die op de marketing bij een projectontwikkelaar uh, werkt. En uh, zij uh, vroeg uh, aan u: uh, was het zelfs uh, AB-testen, is dat eigenlijk uh, wel interessant? Um, voor ons. Voor ons, ja. inderdaad. Ja. Um, er zijn heel wat vervolgstappen uh, die dat er nog bij horen, vervolgvragen die dat er nog bij komen. Maar ja, ik hoor dat persoonlijk ook wel vaker: van we moeten iets gaan testen of we moeten gaan proberen. Um, er is wel een beetje een proces dat je erbij uh, moet respecteren om dat goed te kunnen doen. Dus ik denk dat dat sowieso een interessant topic is om vandaag eens een keer uh, te fileren uh, en ook te benoemen wat de valkuilen zijn en hoe je die juist uh, kunt vermijden, zodat je op zijn minst wel tot zinvolle testings komt, natuurlijk. Mm -hmm. um, want, alleen, dat is misschien al de, het korte antwoord. Ja, AB testen is interessant, maar je moet gewoon aan een paar uh, voorwaarden en parameters wel voldoen of je moet die wel respecteren. Yes. Dus, uh, ja, ik denk uh, de, de reden waarom dat velen dat vragen is vaak omdat bijvoorbeeld bepaalde resultaten naar beneden gaan. Uh, en men eigenlijk niet goed weet van um, wat moeten we nu gaan aanpassen om het beter te maken. Van dat die in mindset, we hebben al van alles geprobeerd, uh, maar goh, we, krijgen dat, we krijgen dat project of die dienst of die service niet direct op het niveau dat we, dat we winsten. Uh, wat kunnen we nog allemaal doen? En dan denk ik men aan A-B-testing. We moeten misschien iets van alles proberen en we zien dat wel. Maar er zijn een paar uh, toch wel bepaalde criteria die echt moeten kunnen afgevind worden, zoals je zei, mm -hmm. om ervoor te zorgen dat je B test nuttig is, dat dat nuttige tijd is en dat dat een nuttige investering is om daar uh, iets rond te doen. Uh, we hebben een paar stappen bij. Ik denk stap één, ik zal daarmee beginnen, is de belangrijkste, of de, de belangrijkste om te starten uiteraard, is een goed beeld krijgen van wat is de doelstelling van mijn test en ook de assumptie, of de verwachte, hypothese is eigenlijk een betere benoeming. Wat is, de, wat is de doelstelling van de woorden? Wat is het punt dat we over eens zijn dat we willen verbeteren. Bijvoorbeeld, ons doorklikpercentage van een app en een landingspagina is onder benchmark, dat we gewoon zijn, dus daar willen we iets aan doen. Of een ander doel zou kunnen zijn, wij willen ons conversiepercentage op zijn minst naar die 2% krijgen. Uh, dat kan ook een concrete doelstelling zijn. Uh, dus het moet wel iets concreets zijn, dat meetbaar is, dat afgeleid is. Um, dat al definiëren één is goed, en niet gewoon zeggen, we gaan eens wat dingen proberen en we zien wel. Uh, dat is geen echte doelstelling. Um, maar probeer die doelstelling al eens af te leiden. Mm -hmm. En twee, probeer het dan ook als je die doelstelling hebt en je gaat er initiatieven tegenover zitten, om te zeggen: Oké, okay, we willen die naar 2% krijgen op de landingspan. Ik zou nu zeggen: de doelstelling van um, het verkeer dat op die landingsspanning komt, willen we dan die 2% krijgen? En is op dit moment 1,5 bijvoorbeeld. Um, ga dan ook duidelijk afleiden van. Wat is de hypothese van de aanpassing die we doen? Bijvoorbeeld door deze vijf beelden aan te passen, of nee, sorry, dat is een slecht voorbeeld, door deze specifieke beeld aan te passen, verwachten wij dat de conversiepercentage met 0.2, 0.3 kan stijgen. Dat is onze hypothese. Um, en we noemen dat ook vanaf de start. Dus de, ik vind het ook wel belangrijk dat er een soort verwachting zo vanaf het begin wordt gezet van door deze aanpassing te doen, denken we dat dat een impact zou kunnen zijn. Um, zodoende dat je ook wel een beeld hebt samen van, oké, okay, als we dat voor elke mogelijke aanpassing zouden doen op voorhand, dan kunnen we al wat prioriteren in functie van de impact die we denken te gaan maken. Ja, want testen is zo vaak, allez, dat is het, een beetje het als woord, optimaliseren. Mm -hmm. Je kunt van alles doen, um, maar je moet wel concreet er eerst naartoe werken en, 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 en duidelijk weten wat de bedoeling is. Want anders uh, ja, dan kun je honderd testen doen en dan zit er geen stap vooruit. En dat is, is geen dat je wilt vermijden natuurlijk. Je wilt gericht naar een bepaald doel uh, toewerken. Ja. En je kunt er dan assumpties en hypotheses rond formuleren. Uh, maar als je die stappen ja, dan kan het zijn dat je team van vier marketeers gewoon van alles naast elkaar aan het testen is en dat je er totaal niet beter van wordt. Uh. En dat dwingt je ook om over elk idee af te toetsen van: oké, okay, denken we dat dat ook impact kan hebben op die doelstelling? Eén. En twee. Wat is een impact dat we denken dat dat zou kunnen maken? Dat ik jullie ook gemakkelijker leren de prioriteiten te kiezen of de prioriteit nummer 1 te kiezen en dan een top 3 bijvoorbeeld te gaan bepalen. Ja, en dat kan een lijstje zijn. Het is niet ja. dat bij één een test moet blijven, maar dat je een logische volgorde van tests ja. gaat formuleren. Gewoon. Ja. Ja. Die op de, op de impact afgewogen zijn. Dus dat is sowieso denk ik eerste stap. Tweede stap, segmentatie misschien. Dus stel dat je zegt, we hebben een testcase uh, bepaald, uh, we gaan dat specifieke beeld aanpassen op die specifieke en met die verwachting, oké. Okay. Um, staat er ook even stil bij het segment en de targeting. Want stel dat je zegt, bijvoorbeeld in het voorbeeld van de projectontwikkelaar, uh -huh. we gaan um, een bepaald beeld aanpassen zodat het project uh, meer, of beter resoneert bij jonge gezinnen. En we gaan die beelden bijvoorbeeld of het beeld wel aanpassen naar een jong gezin dat bijvoorbeeld uh, in of rond die, uh, die ontwikkeling is. Dat kan goed zijn voor dat jong gezin, maar dat kan uh, oudere uh, uh, profielen bijvoorbeeld afschikken. Dus omschrijf dat ook voor welke, die, die aanpassing die we nu gaan doen, voor welk segment zou dat een significante uh, verbetering moeten zijn. En stel je targeting er ook op bij dat je dus effectief op die DNA-B-test die uh, 50%... Um, van de jonge gezien naar VCA A en 50 van de jonge gezien naar VCB. B. En dat je niet al je segmenten uh, lanceert naar die landingspagina, want dan kun je nog niet zeggen. Als op dat moment toevallig er een iets ouder publiek op die landingspagina zit, ja, dan is uw test eigenlijk waardeloos, want dan klopt dat niet meer met de, uh, die je, of de hypothese die je hebt gesteld. Dus dat is wel een Dan, dan vertekent dat alles. Ja, Je ja, targeting moet echt wel wat afgestemd zijn op de AB-test. Ja, inderdaad. En dan, dan kun je er tenminste iets, uh, iets uit halen waar je heel vaak ziet dat ze zo een pagina hebben gemaakt uh, waar dan heel veel ongedifferentieerd verkeer naartoe gaat, wat ook al niet echt juist is, dat campagnes nee. ongedifferentieerd zijn opgebouwd. Je wilt zeggen bijvoorbeeld uh, uh, van, dat er een landingspanel is, is voor campagnes, e-mails, alles? Ja, bijvoorbeeld heel... Uh, dat zou iets kunnen zijn van, mm -hmm. met betrekking tot het kanaal, maar bijvoorbeeld stel nu dat je relevant bent uh, of, of diensten of producten aanbiedt in zowel België als Nederland, als dat één campagne is, omdat die samen Nederlands praten, dan is dat is al niet helemaal juist. Want Klopt. een Nederlander zal heel andere accenten leggen. Uh, getriggerd worden door heel andere dingen dan, uh, of, of argumenten dan een Belg. Als je gewoon Nederland belgië samen target en je stuurt in naar een gezamenlijke landingspagina, dan gaat dat het ook al. Dat, dat, is, dat is al niet ideaal. Dus die Klopt. zou in principe al een andere, andere campagne structuur. Um, en andere pagina's nodig hebben. Maar als je gewoon ongedifferentieerd uh, dan een aanpassing gaat doen en een Belg reageert er heel anders op als een Nederlander, om even in het voorbeeld te blijven, ja, door wie was de reactie anders? Dat weet je dan totaal niet natuurlijk. Um, mm. Dus dat is, dat is sowieso een zinvolle, gewoon in je targeting en, en een segment kiezen. Want ik denk ook, testing, we zullen straks nog over significantie hebben, maar um, je moet ergens. Uh, ja, je bent juist aan het testen omdat je het optimum aan het zoeken bent. Dus het zou iets te vroeg zijn als je naar heel je, je addressable market je test al afhuurt. Ik denk dat je dat eerst kleinschalig moet testen. En dan kun je achteraf dat inzicht gebruiken om aan ah, misschien. Uh, dat dit zinnetje uh, doorslaggevend is uh, voor mensen die erop landen, in Nederlands of in België. Misschien is dat voor uh, Franstalige bezoekers hetzelfde, voor Duitsstalige bezoekers hetzelfde. Misschien moeten we eens met dat zinnetje, uh, dat één zinnetje gaan spelen, bijvoorbeeld, als dat ja. een test zou komen. Inderdaad. En voor sommige testen is die segmentatie of het gebruik van een. of het sturen naar één segment minder essentieel. Als we bijvoorbeeld zeggen we gaan uh, een element van urgentie toevoegen dan kunnen dat misschien wel over de verschillende segmenten heen is omdat dat iets universeel is. Maar als je echt zoiets op basis van dat segment wat gaat aanpassen, of daar een, een hypothese rond gaat formuleren, ja, dan moet het ook wel in de campagne doen. want anders uh, klopt dat niet. En dat zien we toch jammer genoeg wel wat passeren, dat we één aanpassing doen, maar dat we een bepaalde doelgroep normaal gezien beter zou kunnen aanspreken, maar dat we dan de campagne eigenlijk nog breed ja, dan, uh, is, dan is eigenlijk test eigenlijk uh, niks zeggend. Um, Ja, een evidente. Uh, uiteraard, per diabetes mag je maar één variabele zijn. Ja, ja, logisch, maar daar zien we ook veel. Ja, ja dat wordt maar vaak tegenzondig. Ja, inderdaad. je zegt, ja, maar we zullen dan bijvoorbeeld, dan zie ik dat vooral in e-mail veel terugkomen. lb in e-mail. We gaan de, um, de, bijvoorbeeld de subject line aanpassen en uh, intussen ook in de bodywet gaan aanpassen. Maar weet dat soms een subject line ook een impact kan hebben op uw gedrag in de body van een van e-mail, e bijvoorbeeld. He? Als je een bepaalde urgentie creëert in, de, in, de, in, de, in je subject, ja, dan kan dat zijn dat daardoor meer mensen het open doen. En doordat je die urgentie zo hebt uitgespeeld, dat er dan ook meer mensen in die body actie gaan ondernemen. En dan kun je de vraag stellen, was het nu door de subject line zo duidelijk te maken, of door de body aanpassing. Dus probeer echt, uh, echt u het steeds in te houden. En te beperken. we gaan één variabele aanpassen, en we gaan daar op basis daarvan die uh, hypothese maken. En op basis van de outcome. Uh, kunnen we dan zeggen of dat die hypothese effectief klopt of niet klopt. Ja, want twee totaal verschillende mails naast elkaar, dat is geen uh, a test natuurlijk. Nee, nee, voilà, en, en, en vanaf dat je meer variabelen begint mee te pakken, ja, dan kan het effectief zijn dat er dus een effect is van variabele B, waar dat je eigenlijk misschien intuïtief denkt dat er alleen maar variabele A is die er een impact op kan hebben. Ja. Uh, dus ja, evident, maar toch zien we dat er nog vaak tegen gezondigd dus, Splits, Maar dat is heel dankbaar, hè, want splits dan gewoon, uh, gewoon de test dat je wilt doen, testen? over meerdere testen. Ja, uh, subject line, je featured image, de lengte van je, uh, van je body copy, de CTA, de, de eventueel de kleur. Alhoewel dat je je vraag kunt stellen bij hoe relevant dat die kleur is, maar de, de tekst op de CTA-knop bijvoorbeeld, hoeveel producten dat je toont, welke producten dat je toont. Ik denk, allee, we ratelen het hier even af, maar dat zijn al acht tests dat je bijvoorbeeld zou kunnen doen. Hè. Um, dus maak niet de fout om dat dan in één test te doen en dan een definitief uitstelsel te doen van dit werkte beter, want ja, dat beïnvloedt elkaar ook allemaal natuurlijk. Ja. Nog een puntje. Wat ik ook nog... Nu, Dat kan ook. Steekproefvloerden, ja. Nee, wat ik aan denken was, was ook meer van die tests, om daar een beetje op dat vorige punt te blijven, is dat... Veel mensen denken dat ja, voor, de, voor nu van 1,5% naar 2% te gaan, mm -hmm. een redelijk grote sprong, moeten wij supergrote wijzingen doen. Of moeten we echt de drastische dingen gaan testen? Je wilt zeggen, uh, veel veranderen. Ja, ja. ja, dan moet het ja. echt drastisch anders. Uh, terwijl, dat is misschien ook nog een goede om mee te pakken, dat het kan soms in de heel kleine dingen zitten. Het is misschien één, één woordje op een CTA dat meer impact gaat hebben dan heel een bodycopier schrijven. Uh, ja, dus ja, ja. je moet het dus niet per se alleen bekijken. maar die grote in alleen maar die grote big-bang-AB-tests uh, uh, bekijken. Um, je zou misschien gewoon al eens uh, intern onder de collega's misschien iets tegen het licht kunnen houden en, en probeert naar die, die kleine dingen die mensen zo gevoelsmatig over zouden struikelen of waar ze zich vragen bij stellen. Dat zijn de meer relevante dingen om te testen. Mm -hmm. uh, ik weet een van onze collega's, ik ben nu het feitelijke voorbeeld kwijt, die had uh, um, één woordje in de CTA veranderd. Uh, ik denk van... Het is het niet, maar bijvoorbeeld verzenden of ontvangen op een knop, dat al een heel groot effect had, omdat er een andere, er zat een andere lading achter dat woord uh -huh. en mensen reageerden meer op het, uh, op het ontvangen, denk ik. Iets waar ze geen actie voor moesten doen tegenover het verzenden, waarvoor ze dan zogezegd nog wel een actie ja. moesten doen. Dat is het voorbeeld niet, maar zo in die grootorde was het wel. Eén woordje, kan, al de rest identiek, en één woordje kan dan een heel groot effect hebben. En dat is maar iets klein, maar je moet het wel achterhalen natuurlijk, je moet er wel op, op botsen. Um, maar maak in ieder geval niet de fout om te, om te zeggen ja, we gaan die kleine dingen niet testen, we gaan alleen maar ineens altijd alles groot testen en volledig omgooien. Um, mm -hmm. Het is dat lineaire dat je zegt, het is niet omdat het een grote aanpassing is dat, is dat het effect. ook een groot effect gaat hebben. Nee, 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 um. inderdaad. Dat is, ja, ja, zo moet het zo dus, en dat is inderdaad een goede, uh, we hebben de niet gezegd, maar dat is, dat is een goede om in het echt over te houden om als je dan helemaal in het begin, waar we het in het begin over hadden, je, uw testen gaan definiëren en je hypotheses daar rond gaan formuleren. Dat je dan niet gewoon op de grootste aanpassingen moet kijken, omdat je denkt dat die de meeste impact gaan hebben. Ja, inderdaad. Dat is niet altijd makkelijk in te schatten. Hè? Dus, uh... Nee, nee, voilà. Dus je moet ergens al zo wat weten, al is het maar door met vier collega's samen te zitten ja. en objectief is uh, de tekst of de mail na te lezen in dit geval. Waar struikelen ze over of, of, of wat is zo'n gevoel dat ze krijgen en, en dan zet je het op het spoor. Ja, effectief. Ja, zo goed je niet lineair. Um... Steekboefgroten, ik kijkde net even aanhalen. Ja. Um, Sorry voor het onderbreken. Heel belangrijk. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden om het niet te doen. Misschien ook wel te zeggen. De meeste bedrijven kampen met het probleem van steekboefgrotten. En wil eigenlijk zeggen dat uh, je hebt genoeg natuurlijk verkeer nodig, gesplitst over verschillende varianten om uh, en dan ik het woord statistisch misschien nog niet benoemen, maar om een enigszins om een beeld te hebben of dat de uh, aanpassing een verbetering was of niet in functie van de doelstelling en in functie van de hypothese die hebt gesteld. We zien vaak dat er te veel AB-tests lopen, omdat men niet organisch proberen naar een uh, grote van doelgroep van 100, 500 uh, uh, profielen of bezoekers, traffic of uh, e-mailkliks vanuit een e-mail. Dat dan resulteert in 500, dat dan eens wordt opgesplitst in twee of drie varianten. Uh, ja, dat heeft eigenlijk dat Heeft eigenlijk heel weinig uh, slagkracht. Hè. Dus wij zeggen vaak: als capstock, een duizendtal, denk ik, voor te beginnen. Je moet eigenlijk een duizendtal uh, uh, eyeballs hebben op ene variant. Hè, dus op ene variant, niet verdeeld, maar op ene variant, om genoeg te kunnen zeggen. Hè. Maar er is natuurlijk nog wel wat, var, is nog een variabele aan verbonden. Hè. Ja, ik, met, met teampeat zeggen we vaak als je. Um... Uh, Probeer ook mee te pakken wat het verwachte effect is van de optimalisatie dat je doet. Ja, He, dus ja. die 1000, een goede vuistregel, dus dat je bijvoorbeeld voor een A/B test 2000 uh, ja. bezoekers nodig hebt. Maar als je verwacht dat een, uh, een bepaalde test een klein effect zal hebben op de conversieratio bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld de kleur van de knop. Bijvoorbeeld, dat heeft, ja, meestal heel weinig impact. Dan gaat het nog meer dan die 1000. Dan gaan je gemakkelijk moeten zeggen, en dan gaan we twee of 3000 mensen nodig hebben dat we die pagina komen. Als je zegt we gaan iets drastisch testen en dat pakt altijd uh, mee de bedenking dat we daarnet net hadden gegeven, dan zou ik kunnen zeggen dat het eventueel minder zijn. Ja, ja. inderdaad. Ja. Dat je met dus, 500 mensen mogelijk genoeg hebt. Ja, de inschatting van een impact dat je gaat maken uh, zal maken of dat je inderdaad meer verkeer gaat vooropstellen per variant. Uh, ja. ja. En daarom is het belangrijk om in het begin ook die hypothese goed te formuleren. Wat is een impact dat we denken te gaan maken met deze aanpassing te doen en dan kun je al vrij goed inschatten bij het uitvoeren van de test of dat je veel meer verkeer nodig hebben per variant uh, of niet. En dat is dus ook wel een belangrijke om dat mee te nemen. Kunnen we dat uh, in traffic kunnen we dat vandaag genereren met de database die we vandaag hebben? Hey, dan denk ik aan crm en e-mail. Of hebben we de mediabudgetten voorhanden om die hoeveelheid van traffic aan te trekken? Want als, als dat er niet is vandaag door welke reden dan ook, ja, dan mogen de, mogen de eigenlijk niet te veel wakker liggen van ab testen, want dan gaat de ab testen opzitten. Maar ga je ofwel die aantallen nooit halen, waarop dat je eigenlijk niet echt goede conclusies gaat kunnen maken. Of je gaat heel lang moeten wachten om de trafiek op die pijlers te kijken, dat eigenlijk het, de conclusie die je dat gaat proberen uit te trekken niet meer relevant gaat zijn. Dan gaat dat moeilijker zijn. Als ja. je het, hoe, lang, allez, hoe langer dat duurt, dan, uh, dan zijn er nog andere factoren die meespelen. Laten wil even op inzoomen, ja. inderdaad, uh, die dan ze ervoor zorgen dat je eigenlijk al ja, daar niet meer veel over kunt zeggen. Dus je, je moet echt wel. Uh, naar die aantal, is goed kijken. Hè. Kunnen we, dat, kunnen we die, die, bij wijze van spreken, die duizend bezoekers de komende maand of misschien de komende twee, drie maanden, uh, kunnen we die nog rondstrekken? Uh, of hebben we daar letterlijk een half jaar of een jaar tijd voor nodig om dat te genereren? En op basis daarvan kun je dan een beetje afwegen of dat a op dit moment een, uh, een slimme keuze is. Ik vind ook een goede, het zal misschien ook nog ergens aan bod komen, is om een test niet bij één een test te laten. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, stel dat je zegt, we gaan over een bepaalde periode duizend mensen of tweeduizend mensen naar een pagina sturen, 50-50 verdeeld. Um, dat is goed, hè? versie A komt eruit als winnaar. Maar bijvoorbeeld, je hebt een test uh, begin van de zomer gedaan, um, dan kan dat een bepaald effect hebben, kunnen meenemen. Ik zou dat zeker nog niet zeggen, dat is nu de absolute waarheid uh, voor alle doelgroepen en voor alle segmenten. Herhaalt je een test later op het jaar op een ander moment ook nog eens een keer. Um, mm -hmm. Want dat kan een ander effect geven, of, of hopelijk bevestigt het de, de eerste test. Um, maar ja, ene keer een test, ondanks het feit dat het misschien ergens een bepaalde significantie heeft bereikt, ja, dat, dat mag nooit dan het face value voor, voor altijd als waarheid worden aangenomen. Dus, of aanzien. Ja. Dus test herhalen en, en een keer valideren op een ander moment, dat is ook wel uh, interessant om ja, te pakken. Ja, ik denk dat we de Suïdien hadden nog eens kort op terugkomen voor uh, als we het hebben over de valkuilen, want dat is een ja. valkuil, een ja. tegen of zoiets. Uh, misschien nog een laatste dat ik even wil aanhalen, uh, voordat we nog wat valkuilen gaan, is um, de uh, testduur. Uh, dus we hebben het gehad over uw, uw doelstelling, uw hypothese, goed formuleren. We hebben het gehad over uw segmentatie en die daar wat op afstemmen. Uh, uw steekproefgrootte is een belangrijke, maar ook uw um, de duur van zo'n test. Hè. Dus we hebben het net al even gezegd. Uh, hoe lang heb ik nodig om naar die steekproefgrootte te kunnen gaan? Is dat meer dan drie maanden? Is dat zes maanden? Ja, dan, dan moeten we wel de vraag stellen of dat het dus voor u een goed moment is. Uh, ik denk in de meeste gevallen is dat moeilijk. omdat je dan eigenlijk tot, laat zeggen, de eerste valkuil komt. En dat is wat ik eigenlijk net wou zeggen: Saisonaliteit, hè, Of het effect van sezonaliteit. Ja. Um, ik kan me inbeelden als je vandaag, dat is misschien, we zijn in de zomer, dus dat is misschien een makkelijk voorbeeld, um, als je vandaag een test zou doen voor zwembadbouwers, dat die resultaten van het beeld dat je gebruikt helemaal anders zijn nu, of de, het kopie dat je gebruikt nu dan in de winterperiode bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, en dat je die test dan een heel jaar loopt en dan gaat je zien dat in het begin van het jaar op korte termijn je daar uh, een bepaald positief of negatief resultaat mee haalt, maar dat dat in de winter helemaal omdraait, in diezelfde test. Um, Waar je dus eigenlijk ziet, van kan ik hier dan wel conclusies over maken? Ja, dus probeert het Dat is test... elkaar uitlevelt, voilà. Dat ga ik niets leren. Terwijl je eigenlijk, als je het kort zou hebben gezet, zouden weten in de zomer: even bepaalde kopie meer effect. Ja, dus ja. als we die maar drie maanden in de zomer hebben gedaan, oké. Okay. Maar dan gaan we die in de winter met dezelfde uh, testvariabelen, gaan we die nooit herhalen. Dus we je net zei eigenlijk, van de er nooit En we gaan eens kijken over die twee perioden heen: um, wat waren de twee resultaten? En Um, wat zegt die seizoen effect op het resultaat? Want dat is dan de enige variant die op dat moment verandert. Het is blijft hetzelfde, maar het seizoen is anders. Ja. En als je daar dezelfde lijn resultaat ziet, dan kun je er wel vanuit gaan dat, dat je eenduidigheid hebt over het resultaat. Ja. Maar dat seizoen tijdmode niet vergeten. Ik denk dat daar ook vaak niet over wordt nagedacht. Maar de manier hoe dat we in de zomer of in de lente naar beelden kijken. Of in de winter is het totaal anders, hè, omdat ons gemoed anders is en ons verwachtingspatroon is anders. Dus uh, ja, daar moeten we meer rekening houden in de resultaten. Wat ik ook nog als ene zie, is. Hetgeen uh, ik er straks al een beetje naar alluderen, is zo'n test in het Wilde Weg. Mm -hmm. uh, ik denk dat het altijd interessant is om ook een beetje om tests gemakkelijk te kunnen herhalen. om een database van assumpties en hypotheses uh, aan te leggen. Uh, dus je hebt bijvoorbeeld kunnen zeggen: um, we gaan de subject line beeld, body, copy, CTA uh, voor dit segment. Op deze pagina in deze e-mail testen. Dat zou iets kunnen zijn. wat dat jij net zei van uh, de mogelijke impact. Eh, gaat dat uh, low, medium of high impact zijn? Dat zou ook iets zijn dat je kunt aangeven in je database. Mm -hmm. um, en dan heb je tenminste een overzicht van wat dat gaat doen zijn. Waar iedereen kan teruggrijpen en waar je learnings meteen ook in staan. Als dat er niet is, ja, dan zit een losse marketeer. Een losse test te doen. Zijn collega is misschien tegenovergestelde aan het doen, of misschien dezelfde test, of dan heeft hij vorige maand al iets gedaan. Je wilt met heel je team wel een overzicht hebben van wat dat gaan doen zijn, wat dat gaan testen bent, welke logica dat er is. En ja, moet er in die volgorde kunnen worden geschoven, uiteraard. Maar je moet het wel ergens documenteren en bijhouden. Anders ja, zit het niet gestructureerd aan het doen. En dan zou ik er eigenlijk ook niet aan beginnen. Als het gewoon losse tests zijn, um, denk dat je er dan zeker niet het maximum of het maximale gaat uithalen. Dus. Uh, mm -hmm. Noemt dat een database of uh, een sandbox van tests of eender wat. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar documenteer ergens, we gaan dit kwartaal op die testen. Op, op deze twee of drie momenten uh, met dat budget of op, de, op die database. Um, we noteren de bevindingen en we gaan het dan een keer valideren binnen zes maanden of binnen negen maand. Op dit moment of naar, naar dat publiek toe. Mm -hmm. um, dus, ja, dat zie je dezelfde dat er op die manier wordt getest, maar ja, ja. dat is wel. Uh, dat is wel denk ik we de te overzicht te bewaren en structureel vooruit te krijgen. En als laat het daarbij, als je die test dan uitdoet vanuit je database, trek niet te snel conclusies. Hè. Uh, dan verwijzen we denk ik naar de looptijd en naar de steekproefgrootte. Um, het is niet omdat je na twee weken, na 400 bezoekers, zie dat um, variant A het 50% beter doet dan variant B, dat dat zo blijft, hè, want die, de, de data is nog te beperkt. Hè. Je kunt geluk hebben uh, in die eerste 200-300 dat de ene variant toevallig uh, wat meer aandacht krijgt. Dus maak alsjeblieft niet de fout om te snel conclusies te trekken en te zeggen van: van 500 bezoekers is er al een duidelijk verschil. Dus we gaan een test pauzeren en we gaan naar de volgende, want we denken echt wel dat uh, die trend aan, zal aanhouden. Ik heb het al heel veel zien gebeuren dat een um, test zichzelf helemaal in de andere richting laat evolueren vanaf dat je. Uh, een, een zestal weken loopt bijvoorbeeld, uh, of een viertal weken loopt, dat je dus het omgekeerde resultaat geeft. Hè? Vanaf dat je dan die duizend bereikt per variant, dat je duidelijk een ander resultaat geeft dan die eerste ene week of twee weken. Dus laat hmm. u dat niet door misleiden. Dat is een valkuil dat ik kan meegeven bij het opzetten van die Nee, zeker ook dus niet te snelle conclusies uh, trekken. Ja. Uh, ben je aan het kijken, wat hadden we hier nog? Ah, misschien uh, ja, nog wel een belangrijke, uh, een valkuil bij AB-testen, los van de parameters die er moeten zijn en die we in het begin hadden verteld. Maar probeer altijd een AB-test, dat zeggen we toch altijd vaak, binnen het breder plaatje van het bedrijf te bekijken. En dat is eigenlijk wat je net ook, denk ik, ook wel vermeldde, van, melden, van eh, losse tests. Dat is vaak, we testen erop los, maar probeer wel altijd even terug te koppelen. Naar wat, is wat is onze bedrijfsstrategie? Waar willen we voor staan? Wat Wat is onze positionering? En hoe kunnen we dat in de AB-testings mee gaan pakken? Stel dat je zegt van we zijn um, een partij die heel veel ligt aan persoonlijkheid en uh, een persoonlijke uitstraling, dan gaat er misschien in uw AB-tests wat zaken testen om die persoonlijkheid naar een hoger niveau te trekken. want dat zit binnen onze positionering, en door bijvoorbeeld wat ander persoonlijk beeldmateriaal te gebruiken. Um, maar dan is dat wel even tegenover de marketingstrategie. Eén. En twee, dat is tegenover marketingstrategie aan zich, maar Probeer je niet te, ja, te laten misleiden op puur die ene parameter. Zijn de conversiepercentage bijvoorbeeld, als dat het enige is waarop dat je, convert, dat je gaat optimaliseren, je gaat dan niet in de valkuil te hebben om bijvoorbeeld content op die pagina's toe te voegen, om mensen sneller te laten converteren, maar rechteraf uh, de feedback te krijgen van het sales team dat die kwaliteit te laag is, omdat je eigenlijk mensen wel hebt een spiegel hebt voorgehouden, of in ieder geval toch het proberen mee te nemen in een verhaal dat eigenlijk achteraf... Wat misleidend was. Hè. Dus je, je komt soms op de rand van misleidende tactieken, waarop dat het bedrijf hè, aan zich niks mee, mee is. Hè. Dus dat draagt niet bij tot de bedrijfsdoelstellingen. Dus probeer dat ook wel even te toetsen. toetsen Past deze tactiek of deze test binnen onze marketingstrategie, onze bedrijfsstrategie? Ja, want je gaat heel vaak, uh, ja, begin maar te googlen of te zoeken, je gaat heel ja. vaak anekdotes of anekdotische test vinden die dat je zelf misschien wilt herhalen, maar. Volledig terecht en misschien ook de belangrijkste. Als dat niet strookt met wie je bent of je kunt dat niet waarmaken, voilà. ja, dan heeft dat geen zin om die een test te implementeren of die belofte te doen. Um, hmm. ja, ja, sowieso. Uh, als we niet vangen in de, 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 de hamsterwiel van, uh, van ja, gewoon dingen beloven of uh, een, een tweak te doen. Om een tweak te doen, het moet nog altijd wel matchen met wie dat je bent als organisatie, en hoe dat je salesstructuur is en hoe dat je offering in elkaar zit. Dus, ja, die als... afweging moet altijd wel worden gemaakt. Hè. Ja, of zo'n typisch voorbeeldje, dat zie ik ja wel vaak passeren, dat je zegt van ah, in, dat, in een, in een AB-test gaan we bijvoorbeeld op een landingspagina. Um, rond dat formulier vermelden, dat we bijvoorbeeld binnen de, binnen de 24 uur een opmaalte uh, toesturen. Maar dat dan in de realiteit. Uh, het sales team zegt ja, meneer, we gaan dat zo zeggen. Dan hebben ze het gevoel dat ze iets gaan krijgen, maar we gaan ze eigenlijk gewoon bellen de dag daarna. En dan krijgen we de feedback: ja, mensen nemen niet op, mensen um, willen eigenlijk niet verder meewerken omdat ze gewoon de verwachting hebben iets te ontvangen en niet direct openstaan om al een heel salesgesprek te hebben. Dus eigenlijk, als je die een test zou voorstellen en je weet dat je het anders gaat doen, dan draagt die een test niet bij tot, um, ja, Bedrijf, hoe dat bedrijf werkt en hoe dat bedrijf vandaag de aan de slag gaat. En dan had het bedrijf er ook geen win bij. Hè? Uh, je weet alleen dat het, het transparant zijn in je prijszetting uh, een beter percentage, meer mensen overtuigt om je uh, gegevens na te laten, maar in die hint heb je niks extra, uh, extra business genomen. dat we er eigenlijk echter niet uh, ja. op die manier mee aan de slag gaan. Heel goed voorbeeld, denk ik ja. ook. Ja, Komt veel voor. Uh, dus ja, heel aandachtig voor zijn. Um... Ik denk dat, ja, en het lineair, we hebben elkaar benoemd. Dat was ook wel een belangrijke valkuil. Uh, AB-testen als iets lineair bekijken. Grote aanpassingen, grote impact, kleine aanpassingen, kleine impact. Is zeker vast niet, hè? niet het geval. Hè? Nee, moet je inderdaad uh, een beetje van afstappen en, en zoeken naar die da daar zit het hem in. Daar draait het eigenlijk om. Hè? Die, die, die kleine dingen zoeken die het verschil gaan maken. Um... Gewoon een volledige redesign doen. Als dat op niets gebaseerd is, denk je dat je daar waarschijnlijk minder had dan zo één strategisch uh -huh. uh, goed gekozen woord of een goed gekozen visual. Dat uh, dat anders is of dat beter is dan de situatie ervoor. Uh -huh. uh, maar ja, dat leeft toch ook nog ergens wel, om de een of andere reden. Dat is zeker waar. Oké. Okay. Goed. Uh, ik denk dat dat de belangrijkste punten waren voor vandaag, ja. zeker. Die we nog eens even wouden uh, aftoetsen uh, voor de vraag van Sarah. In ieder geval, ik denk dat het belangrijkste om mee te pakken is. Uh, we zullen er niet alle puntjes ook vandaag overlopen, maar ik denk het belangrijkste punt dat je, je moet, of in je weg terug moet houden is: is jouw BTS relevant? Ja, maar denk echt eens na over die steekproefgrootte. Eén, uh, want velen beginnen eraan, maar merk je dan dat ze te weinig traffic hebben en eigenlijk dus geen conclusies kunnen tekenen. Dus als je dat voorhand al kunt uh, inschatten, kunnen we aan die aantallen gaan op uh, iets kortere termijn? Dat is al denk ik in de eerste om te zeggen, we gaan er mee verder of we gaan er niet mee verder. En dan zeker de stappen doorlopen die we, die we even hebben aangehaald. En ook zeker over die valkuilen nadenken, dat, dat je die onmiddellijk kunt vermijden om ervoor te zorgen dat je de maximale conclusies kunt trekken uit de individuele testen die je op verschillende momenten in het jaar ongetwijfeld gaat doen. Voilà. Cool. Moesten er mensen zijn die daarmee willen beginnen of die daar um, over bepaalde aspecten vragen rond hebben, uh, dan kan je altijd een ons sturen via LinkedIn. Uh, en dan proberen we daar rechtstreeks op terug te komen of uh, maken we er een nieuwe aflevering van of indien niet uh, kan het altijd via webstake.be slash vraag en dan komen wij ook even persoonlijk op jou terug uh, of maken we daar inderdaad ook een nieuwe aflevering van en indien er geen vragen zijn horen we jullie heel graag of zien we jullie heel graag terug tijdens onze volgende revenue lab tot dan